Dames en heren, hartelijk welkom. Ik open de openbare raadsvergadering. De algemene beschouwingen zijn luistervolgen via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad van Zeist, via Facebook en via Slotstad. Dat zijn de algemene beschouwingen over de begroting. Dat is eigenlijk vergelijkbaar als wat er in de Tweede Kamer gebeurt na Prinsjesdag. Dat zijn de politieke partijen uiteraard die hun beschouwing geven, mening geven over de begroting. En dan ook nog even wat verder kijken dan alleen het komend jaar, 2020, want daar gaat de begroting over. Maar ook eigenlijk het politieke idee van hoe de komende jaren zij zich zou moeten ontwikkelen. Volgend jaar, 2020, hebben we nog niet zo'n probleem. Die begroting is nog wel sluitend, maar de komende jaren ontstaat een financieel gat. En dat zal dus, daar zal volgend jaar aan gewerkt moeten worden om dat te voorkomen. Dus er moeten wel moeilijke keuzes gemaakt worden de komende jaren. Het is een debat. Er worden nog geen besluiten genomen. Dat komt pas later. Ga maar na. We hebben 9 politieke partijen die allemaal eerst hun beschouwing mogen geven op de begroting. En daarna gaat het college antwoorden. En dat kost wel tijd. En dan beginnen we om 2:00 middags. Dan gaan we zo rond 1:30 schorsen. En dan rond 19:30 gaat de gemeenteraad weer door. Dank u voor de beraadslagingen. De vergadering is gesloten.